Dat zou ik ook wel willen. Ik zeg, oké, dan moet je dit er allemaal voor doen. Ja. Dat ga ik niet doen. Hey, welkom. Wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Tot het Uiterste. Vandaag starten we alweer met het derde seizoen. En we trappen vandaag af met een hele, althans voor mij, bijzondere gast. Namelijk Michael Pilarczyk. Michael is expert in persoonlijke ontwikkeling, auteur van meerdere bestsellers, waaronder Master Mindset en Design Your Own Life, en een inspirerende spreker. Michael deelt zijn inzichten en ervaringen over bewust leven, mindset en het bereiken van je doelen. Eens kijken of Michael mij nog een goede les kan leren vandaag. Michael, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent vandaag. Dankjewel. Hey, mijn allereerste vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel in de podcast is: wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan? Dat is een vraag die ik je vaker hoor stellen. Dus ik heb er wel over nagedacht. Ik denk dat ik heel vaak tot het uiterste ga. Als ik een beetje naar mijn leven kijk, dan ga ik in alles wat ik doe tot het uiterste. Omdat ik altijd wil bereiken wat ik wil. Als ik iets wil, dan doe ik er alles voor om het voor elkaar te krijgen. Dus dan moet je vaak tot het uiterste gaan. Maar als ik bijvoorbeeld naar het afgelopen jaar kijk, naar mijn leven, merk ik dat ik redelijk op de grens heb geleefd. Dat ik zelfs een momentum had dat ik dacht van, ik kan niet veel verder, want dan heb ik er straks geen zin meer in wat ik doe. Ondanks dat ik het heel leuk vind wat ik doe. Maar ik merkte vorig jaar eigenlijk al, één keer per jaar doen we een groot event, Maximum Potential. Ja. En vorig jaar had ik gezegd, als ik klaar ben met dat event, daar zit zo'n voorbereiding aan vooraf. Ik had theatershows gedaan. Ik zei, als dat voorbij is, dan neem ik een half jaar rust. En dat heb je gedaan? Nou, dat wilde ik doen. En op het moment dat ik dus klaar was, 2 weken daarna, toen gebeurde er heel veel met de gezondheid van mijn ouders. Dus ik moest terug naar Nederland. En in plaats van rust was ik 3 maanden in Nederland voor mijn ouders aan het zorgen. Maar ik had in mijn planning ook staan, in die 6 maanden heb ik de tijd en de rust om een boek te schrijven. En ik wilde dat boek graag in dat half jaar af hebben. En als je helemaal gepland hebt dat er een boek komt, moet er een boek komen. Alleen ik had daar helemaal geen tijd voor, dus dat werd allemaal opgeschoven. Dus ik was eerst bij mijn ouders, toen dat boek dat moest gemaakt worden. Daarin ga ik ook redelijk tot het uiterste. Ik hoor vaak van de mensen om me heen en van Cindy, mijn vrouw, van, ja, jij gaat echt altijd tot over de limit. Mm-hmm. Het moet altijd, het hoeft niet perfect te zijn, maar wel heel goed. Mm-hmm. En dat betekent dat ik heel veel tijd en aandacht spendeer aan het zo goed mogelijk maken. Maar daardoor werd het heel lang duwen. Weet je, het is altijd duwen. Mijn mentor, mijn zakelijk mentor, Dan Pena, zegt altijd, keep on pushing, push harder. Mm-hmm. En dat is op zich goed. Ook met trainen, door altijd net even die ene extra te doen. Maar het afgelopen jaar merkte ik dat ik heel erg op die grens van mijn eigen kunnen zat. Dat boek moest af. Toen begon mijn theatershow. Ik heb 60 theatershows gedaan. En toen had ik nog maar 1 maand om Maxpot voor te bereiden. Dat moest ook een groot event. Ja. Daar gaan we ook redelijk tot het uiterste. Vaak is er een soort misinterpretatie bij mensen die zeggen, ja, maar jij wil altijd zoveel mogelijk geld verdienen. Ik zeg, nou, dat is pertinent niet waar. Ik investeer zoveel mogelijk om er een zo mooi mogelijk event van te maken. Net zoals dat ik wil er een heel mooi boek van maken. Ik heb liever minder winst, maar een heel mooi boek. Ja. En liever een waanzinnig gaaf event dan iets meer verdienen. Weet je? Ja. Dus altijd maar op die grens. En toen was het bereikt. En toen had ik ook echt zoiets van, nu, na dit afgelopen jaar, ik moet nu rust nemen, want anders, dan weet ik gewoon, dan gaat het niet goed. Nee. Of dan vind ik het niet meer leuk. Ja. En de avond dat ik klaar was met het event, had ik 3 dagen op het podium gestaan. Ik was zo moe. Je merkt dan ook fysiek, je bent zo gesloopt. Nee. Ja, mentaal ook helemaal. Je hebt een programma gedaan dat je ook weet van, je op een gegeven moment het lichaam denkt van, tot hier en niet verder. Ja. Ook mentaal. Hoewel ik een hele sterke mindset heb, gaf mijn lichaam duidelijk aan van, het gaat niet meer. En die avond, het is heel bijzonder wat er dan gebeurt. Niet leuk overigens, maar wel bijzonder. Ik probeerde die avond in bad te stappen. Ik denk, na een jaar even ontspannen. Ja. Ik glij uit. Ik val met mijn rug op die rand van het bad. En ik kneus 3 ribben. En dat is heel, heel bijzonder dat ons lichaam heel vaak aangeeft van, ja, je hebt de grens bereikt. Jij moet nu rust nemen. Mm-hmm. En dat moest dus ook. Dus nou, toen kon ik even 3 maanden... Verplicht rust. Verplicht niet heel veel anders doen. Ja. Jeetje. Maar heb jij nooit, want inderdaad, hoe ik jou dan voorbij zie komen, ik vind jou echt mega inspirerend, dat ten eerste. Maar inderdaad, dat pushen en maar doorgaan en doorzetten, dat heb ik zelf ook enorm.
En ik merk dat ik wel heel erg aan het balanceren vaak ben op het randje. Misschien, ja, burn-out is misschien heel groot gezegd, maar het wordt me vaak wel te veel. Mm-hmm. Dat ik te veel, ik vind alles leuk, ik wil ook alles heel goed doen. En mm-hmm. dat hoor ik jou nu ook zeggen, inderdaad. Maar hoe ga jij daar dan mee? Omdat je echt wel van tevoren al inplant van oké, tot daar en dan ja. rust. Ja, ik vind niet alles leuk. Ik vind heel veel niet leuk. Dus ik ben heel duidelijk in wat ik doe en heel veel dingen doe ik dus niet. Ja, ja, ja. Alleen waar ik zelf iets minder goed in ben, is planning. Dus als ik denk dat ik in een half jaar een boek kan schrijven, zegt Cindy al van, reken maar op een jaar of misschien anderhalf jaar. Dus doordat ik het te strak plan, loop ik een beetje vast in mijn eigen agenda. Maar ik hoef niet 5 ballen hoog te houden. Ik red dat allemaal wel. Ja, dat, ja. Heb je ooit een burn-out gehad eigenlijk of iets in die trant? Er is één keer een periode geweest in mijn leven dat ik het niet zo erg zag zitten, omdat er zoveel dingen waren gebeurd, privé en zakelijk, dat het daar gewoon niet heel happy was. Mm-hmm. En mijn grote terugslag kwam eigenlijk toen ik mijn bedrijf had verkocht. In 2007 heb ik mijn mediabedrijf verkocht. En toen had ik me voorgenomen, toen was ik ook wel heel klaar met werken. Ook dat voelde ik aan alles. Dat was één van de redenen om te zeggen van misschien is het beter dat ik het verkoop ook. En ik wilde gaan zeilen. Ja. Dus dat was een grote droom van me. Ik heb mijn boot gekocht. Ik had een tweedehands boot gekocht. Echt een heel mooi schip. Heb ik vervolgens helemaal gestript en ben ik opnieuw gaan opbouwen. En in die periode ontdekte ik dat er zoveel was gebeurd in de 22 jaar daarvoor. Mm-hmm. Eigenlijk vanaf dat ik begon met werken op mijn 22e. Bij de radio, televisie. Heel veel druk in de media. Veel druk van buitenaf. Echt over de limit gaan. Nachten doorwerken. Ik was DJ, ik draaide veel. Ik sliep weinig. Leefde heel ongezond. Privé heel veel dingen meegemaakt. Zakelijk volledig door de bodem heen gezakt. Je bent 2 keer failliet gegaan. Nee, en ik ben nooit failliet geweest, maar ik ben heel veel geld verloren. Oké, ja. Daar zit een groot verschil in. Oké. En toen was ik dus net geen 40. En toen dacht ik van, holy fuck. Ja. Wat is er in mijn leven allemaal gebeurd? En toen had ik tijd en geld. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik doodongelukkig was. Ik leefde ongezond. Ik voelde me niet happy. Toen ben ik op die boot gestapt en ben ik gaan zeilen. Dat was een redding voor me, denk ik. Maar die periode voelde ik me echt deep down and depressed. Dus als jij zegt, heb je een burn-out gehad? Dan denk ik dat die periode, dat ik me redelijk afgebrand voelde. Ja, ja, precies. Ja, bijzonder dat je dan je mediabureau heb je dus verkocht en toen ben je inderdaad gaan zeilen. En dat was dus echt jouw redding. Ja. En dat je echt weer mentaal er zelf dus bovenop bent gekomen. Ja. Want dit vind ik ook best wel bijzonder. Ja, maar jij bent al tientallen jaren bezig met mindset en met spiritualiteit. Ja. En naar mijn gevoel is, zeg maar, dit onderwerp is pas iets van de laatste jaren. Althans in mijn kringen en wat ik om me heen hoor, dat mensen zijn nu pas een beetje bezig met persoonlijke ontwikkeling en een beetje met spiritualiteit. Maar jij doet dit al jaar en dag. Ja. Maar hoe ben jij, zeg maar, in die tijd, terwijl dat er heel weinig mensen hiermee bezig waren, ben jij hier mee begonnen? Maar hoe is dit op jouw pad terechtgekomen? Ben ik altijd benieuwd naar. Ik las op een gegeven moment boeken. Toen ik een beetje midden 20 was, begon ik boeken te lezen over alles wat ik toen interessant vond. En aan de ene kant was dat, hoe word je rijk en kan je heel veel geld verdienen? En aan de andere kant was het, maar wie ben ik nou eigenlijk? En waarom zijn we hier? En hoe zit het leven in elkaar? En volgens mij was een van die boekjes die ik las, was Wie ben je echt? Van Roy Martina. Okay. Dat was een van de eerste boekjes dat ik dacht van, hey, dat is interessant. Mm-hmm. Toen ging ik boeken lezen van Deepak Chopra. En ben ik me heel erg gaan verdiepen in wat Tony Robbins allemaal deed. NLP was het toen de tijd. Ik heb nooit heel veel NLP gedaan, maar ik vond wat Robbins deed heel interessant. Mm-hmm. En toen ben ik meer van die boekjes gaan lezen over wie we eigenlijk zijn, hoe het denken in elkaar zit. En dus begon ik heel veel te praten, ook met mijn omgeving, mijn vrienden, over wat we nu mindset noemen. En zo is eigenlijk dat mindset ontstaan. Want Cindy zei ook laatst tegen me, voordat jij dat deed, hoorde ik dat woord eigenlijk helemaal nooit. Klopt. Het woord mindset werd helemaal, zal wel eens gebruikt zijn, maar in Nederland niet heel veel. Jij bent natuurlijk Mr. Mindset. Ja, en mijn vrienden zeiden toen altijd, daar heb je Mr. Mindset weer. Oh, serieus? Zo was het. Ah, heb je Mr. Mindset weer. En mijn naam was voor heel veel mensen niet uit te spreken en niet te schrijven. Ja. Dus toen zeiden we, misschien is het handig toen ik weer begon met werken nadat ik die zeilreis had afgerond. En misschien moet ik me gewoon maar Mr. Mindset noemen. Dat is handiger, Mr. Mindset.nl, dat is makkelijker. Ja.
Dus dat is een beetje organisch ontstaan op die manier. Wat grappig. En toen begon ik dus met mijn eerste programma's. En de eerste programma dat ik deed was Success is Mindset. En zo kwam dat mindset er steeds meer in. En toen kwam het boek Master Your Mindset. Ja. Ja. En nu heeft iedereen het over mindset. Nou, nu inderdaad. Heel goed. Grappig hoe het dan werkt. Ja. Maar hoe ben je dan, of nou ja, wat motiveerde jou om dit te delen ook met de wereld? Dus hè, je komt dan terug van jezelf, tocht. En dat je dan dat wil gaan delen. Want in Nederland was dit niet heel erg, toch? Nee. Het was echt inderdaad Tony Robbins. En, ja. Maar Nederland nog niet. Maar was dat ook jouw beweegreden dat je dan dit bent gestart eigenlijk? Dat je dit gaat delen met mensen en dat je mensen wil inspireren? Nou, het begon omdat Cindy zei van waarom hebben we dit nooit op school geleerd? Waarom heb ik dit nooit op school geleerd? Dat vind ik bijzonder. Eigenlijk alles over persoonlijke ontwikkeling, over je denken, over hoe je omgaat met je gedachten. Heel veel mensen zijn zich helemaal niet bewust van die gedachten en raken daardoor eigenlijk in de war omdat ze niet weten wat er in zich afspeelt. Ja. Omgaan met emoties. Heel veel van die dingen die in al die boeken stonden die ik op mijn boot had. Ze had die boeken gelezen en toen zei ze, waarom ga je hier geen les in geven? Aha. En zo begon het eigenlijk. En toen zei ik nog, praten we over 2013. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om te gaan werken. En ik vind het wel best. Ik zit op mijn boot. Ik wil boeken schrijven. Het klinkt altijd heel gek, maar ik hou niet zo van publiciteit. Dus ik zit veilig op mijn boot. Ik vind het prima. Gewoon ja, jij hebt natuurlijk jouw tijd bij 538 was jij heel erg bekend in Nederland. Dus ja, ik was daar wel klaar mee. Je was daar klaar mee, Ja, toen ik afscheid nam. Het was eigenlijk heel raar. Ik nam afscheid bij 538 en bij TMF. Ja. En toen had ik me voorgenomen, ik ga nooit meer in de media werken. Nee. Dat vind ik echt helemaal niks. Ik hoef het al helemaal niet zo nodig in beeld. En toen begon ik een mediabedrijf en ik verkocht televisieprogramma's toen aan RTL en toen Veronica Televisie nog. En ik had geen presentator. Oh, oké. Okay. En toen verkocht ik een programma over computers, allerlei nieuwe applicaties, dingetjes. In 2000 was dat. Dat heette de digitale revolutie. Over alles wat nu heel gewoon is. Het was toen natuurlijk een soort science fiction. En toen zei die televisiedirecteur, maar het programma vind ik heel leuk, maar we hebben niemand die het kan presenteren. Waarom doe je het niet zelf? En ik kwam natuurlijk bij TMF vandaan. Dus het was ook een soort logisch dat ik dat wel kon of zou doen. Maar ik had daar zo geen zin in. Alleen voor mij was het, ik kan dat programma verkopen, dus dan moet ik het maar doen. Ja. Toen heb ik dat 2 of 3 jaar gedaan en toen heeft iemand anders het overgenomen. En hetzelfde gebeurde daarna. Ik heb niet zo heel veel met auto's. Maar ik kocht een bedrijf met autoprogramma's en dat gingen wij voortzetten. En toen had ik ineens geen presentator om RTL Autowereld te gaan presenteren. En toen zeiden ze opnieuw, waarom doe jij het niet zelf? Ja. En toen ben ik zelf Autowereld gaan presenteren met Allard Kalf samen. En daardoor ben ik weer 10 jaar televisie gaan doen. Wat grappig. Maar waar komt dan toch een beetje die aversie vandaan van ik wil niet in die spotlight eigenlijk staan? Of was die tijd zo heftig vroeger dat je dacht van zo, dit... Ik vind het gewoon lekker om een beetje op de achtergrond te zijn. Ja. Heel grappig. Iemand vroeg mij laatst ook, wat vind je nou het leukste om te doen? Ik zei nou schrijven. Ja. Ik zeg, want ik kan met mijn laptop overal schrijven waar ik wil. Ik doe dat vaak bij ons thuis, in de tuin, kan ik lekker zitten. Ik heb daar niemand bij nodig. Ik kan in mijn korte broek zitten. Weet je, het is allemaal heel relaxed. Ja. En op het moment dat er video bij komt, moet je toch een beetje netjes uitzien. En moet je een beetje opletten wat je doet natuurlijk. Ja, ik heb nooit heel veel gehad met beeld en met televisie. Maar het is onderdeel van mijn leven geworden. Het hoort erbij en ik vind inderdaad. Het prima. Hè? Het brengt je natuurlijk ook hartstikke veel. Het is oké. Okay. En door dat... Wat jij net zei, ik wilde graag die boodschap verkondigen en mensen bewust maken van heel veel dingen. Ja, dan moet je wel iets met video gaan doen. Ja. En daardoor heb ik social media kanalen. Ja, je bent ook een influencer. Ongeveer wel. Eigenlijk wel, dat ben je sowieso je invloedrijk. Ja, dat ben ik wel geworden, denk ik. Ja, zeker. Maar vooral door mijn boeken, denk ik. Ja, want inderdaad, even over jouw boeken. Design Your Own Life is het laatste boek wat jij hebt uitgebracht. Is er één van jouw boeken wat jouw favoriete boek is? Dat je denkt, dit is wel echt een parel. Design Your Own Life is op dit moment wel het boek waarvan ik vind van dat is eigenlijk het beste boek. Beste boek. Ja, omdat ik met veel meer ervaring dan toen ik Master Your Mindset schreef, dit boek heb geschreven. Ja. En ik moet zeggen, Master Your Mindset heb ik inmiddels 3 keer herzien, herschreven. Mm. Dus het is ook wel goed. Mm-hmm.
Maar Design Your Own Life is wel... Ook wat relevanter dan. Mijn favoriet. En heel praktisch. En toegankelijk. Zou ik iedereen aanraden om daarmee te beginnen. Oké. Maar ik heb net 2 weken of 3 weken geleden contract getekend met Wiley. Hele grote Amerikaanse uitgever. Om Master Mindset en Design Your Own Life wereldwijd uit te geven. Nee joh, wat leuk. Klinkt heel groot hè, wereldwijd. Maar ja. In de basis ben ik heel blij dat we in Amerika groot uit gaan komen. Ja, wat gaaf. Gefeliciteerd. Dus, ja, dankjewel. Canada, Australië, Engeland, weet je het wel, alle Engelstalige gebieden. Dus daar ben ik super blij mee. En nu ben ik met Amerikaanse redacteuren dat boek opnieuw aan het doorlopen. Aan het kijken van wat moet er anders? Welke namen zouden er anders moeten? Voorbeelden misschien anders? Toch nog een beetje updaten. En ik moet zeggen, ik had het lang niet gelezen. Ik was eigenlijk best wel heel positief verrast dat het best wel goed is. Ja? Ja. Oh, wat goed. Oh, ja. Nee, maar dat is wel mooi dat je ook echt trots bent op je eigen boek, toch? Het was beter dan dat ik me kon herinneren eigenlijk. Wat geweldig. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Want ik weet, of in ieder geval heb ik gehoord, dat er echt wel ook een... Je hebt echt een panel samengesteld voor dit boek. Vind ik heel interessant dat je dat hebt gedaan. Het bestaat op... Ja, dat kan je zelf beter vertellen. Het panel bestaat uit... Toen ik Design Your Life begon te schrijven, heb ik besloten om het samen met George te doen, mijn redacteur. Mm-hmm. Hij is meer dan 20 jaar jonger. Dit boek was voor een doelgroep tussen de 15, 35, 40 ongeveer. Dus ik vond het ook handig om een jonge redacteur erbij te hebben, dat we het samen konden doen. Ja. En dat hij ook feedback kon geven op dit is niet goed of dit is niet goed of dit zou ik anders zeggen. Of dit is niet duidelijk genoeg voor die lezer. Plus, we werken heel veel samen en we kwamen op het idee om een testpanel te organiseren. En uiteindelijk werd het testpanel 3.500 mensen. Ja, dat is veel. Ja, dat dus we kregen heel veel feedback. Ja, wat goed. En die feedback moesten we lezen van welke onderwerpen zou je willen bespreken? Waar zitten je issues? Wat zijn je problemen? Waar loop je tegenaan? Welke vragen heb je? Ja. Dus we hebben echt wekenlang hebben we al die feedback gelezen met z'n tweeën. En daaruit hebben we 15 vragen gefilterd. En die 15 vragen, dat is de basis van Design Your Life geworden. Die zijn we gaan beantwoorden in het boek. Ja, precies. Plus al die feedback die we kregen. En het leuke was van dit schrijfproces dat we elke keer 2-3 hoofdstukken schreven. En dan stuurden we dat rond. En dan kregen we daar weer feedback op van, hey, dit is niet goed. Of die titel is niet goed. Of dit vind ik een stom voorbeeld. Of ik mis dit. Of, daardoor is het een heel goed, vind ik, heel goed boek geworden. Ja, veel beter dan wanneer ik het alleen maar had geschreven vanuit mijn eigen hoofd. Ja, precies. Want inderdaad, die feedback kwam dan ook van die panelleden. Ja, ja. En er waren dus mensen tussen de 15. De jongsten waren 15. De meeste waren een beetje tussen de 18 en de 25. Maar uiteindelijk kwamen er ook ouders die zeiden van, oh, ik wil ook veel feedback geven. En docenten en hoogleraren die zeiden, oh, vind ik ook wel leuk. Een paar psychologen, mensen uit de GGZ die zeiden, goh, vind ik wel leuk om aan mee te werken. En daardoor krijgen we best wel een heel breed panel. Ja, precies. Dat is wel heel waardevol geworden voor het schrijven van de boek. Ja, mega interessant. Ja, dat wist ik dus nog niet. En dacht ik, jeetje, wat gaaf. Want ik heb Master Mindset ondertussen ik al 4 keer gelezen en... In ieder geval ook je vertaalde boeken. Dus Think and Grow Rich, nou, al dat soort. Dus heb ik ook heel veel gelezen. Deze ga ik ook nog lezen. Ja. Dus heel mooi. En heel even het stukje spiritualiteit. Jij bent ook helemaal into spiritualiteit, als ik het goed heb. Wat is spiritualiteit? Wat is het? Ja, wat is het? Ja, vind ik een lastige. Ik geloof heel erg in het universum, in energieën. Alles is een energie en alles... Je trekt alles aan. Ik geloof heel erg in de wet van aantrekkingskracht. Ja, ik heb het ook echt gemerkt de afgelopen jaren. Als ik het voor me kan zien, is het uitgekomen. Ja. Zeg maar. En heel veel mensen die verklaren mij een beetje als gek. Van ja, wat zeg je allemaal? En dan heb je haar weer met haar edelstenen. En is niet helemaal goed wijs. Maar ja, ik geloof er heilig in. Als je het kan zien, dan gebeurt het. Daar zit het verschil. Ja. Jij kan het zien, zij kunnen het niet zien. Nee, precies. Dus wat zij niet kunnen zien, kunnen ze niet geloven. Dus het is heel moeilijk voor mensen die het niet kunnen zien... om te begrijpen wat jij wel kan zien. Ja, dat inderdaad. Maar het is toch, dan probeer het uit te leggen... maar dat is dan, ze kunnen niet zien wat je zegt. En je kan dan, het niet uitleggen. Ja, dat is moeilijk. Want ik heb altijd een heel mooi voorbeeld. Ik ben benieuwd of jij ook iets hebt meegemaakt... waarvan je weet van, ja, er is gewoon meer. Mm-hmm. Want ik had bijvoorbeeld voor mijn deelname aan kamp... ik was heel erg aan het twijfelen van, ga ik dit wel doen? Want het is echt heel heftig. En kan ik dit wel? En ik wist het allemaal niet... redactie zat in mijn nek te hijgen, want ik moest een contract gaan tekenen. Nou, de datum was al lang verstreken, la la la. Dus ik heb toen heel duidelijk echt even stilgezeten... en echt aan het universum gevraagd van... oké, als ik voor Kamp van Koningsbrugge moet kiezen... wil ik binnen nu en 24 uur een gele vlinder zien. Echt. Ik weet niet waar gele vlinder vandaan kwam... maar dat wilde ik dan als boodschap.
Nou ja, en inderdaad, de volgende ochtend staar ik naar een takje op rechts. En ik zit een beetje zo weg te dromen. Ik was die vlinder ook al lang vergeten. En in één keer vliegt daar dus een felgele vlinder op dat takje. Dat je denkt, oh, nou, dit is mijn teken. Dus ik ben voor kamp gegaan. En daardoor wist ik eigenlijk ook al ergens van, ik ga het einde ook wel halen. Dat voelde ik, dat wist ik, dat had ik al lang binnengekregen eigenlijk. En zo heb ik heel veel van dit soort dingen heb ik al eigenlijk mijn hele leven al. Ja. Pas toen, zeg maar, dat jij een beetje op mijn pad kwam met je podcast en alles, dat ik het echt besefte van, oh, maar dit is het eigenlijk. En toen ben ik dit gaan uitrollen, verder onderzoeken. Maar heb jij nou ook dit soort dingen wel eens meegemaakt dat je denkt, ja, dit is weer een mooi bewijsstuk of dat je weet van, ja. Altijd. Ja? Ja. Dat is, ja, ik vind dat zo bijzonder. Voor mij is het heel vanzelfsprekend. Ja. Omdat dit is hoe het is. Ja. En iemand anders die dat niet zo ervaart, die zal zeggen, ja, maar waar heb jij het nou over? Ik zeg, ja, dit is toch hoe het is. Je bedenkt het, je ziet het voor je, je moet het voor je kunnen zien. Ja. En je creëert het. Het is niet dat alles maar vanzelf gebeurt zonder dat jij in actie komt. Nee, precies. En daarbij is het natuurlijk ook zo, datgene waar jij je aandacht op richt, dat is wat je gaat zien. Dus als jij die gele vlinder wil zien, dan zie je hem omdat je daarop gefocust bent. Die vlinder was er waarschijnlijk ook geweest. Alleen jouw aandacht was er niet op gericht. Dus dan had je hem niet gezien. Dan was hij er ook geweest. En zo zijn er in ons leven heel veel dingen die we niet zien, omdat onze aandacht op iets anders is gericht. Maar als je weet waar je naar moet kijken, dan zie je wat je wil vinden. Ja. En zoals ik het vaak uitleg, het leven biedt jou heel veel kansen. Iedereen. En het is aan jou wat jij vraagt. Het staat jou vrij om aan het leven te vragen wat je graag wil. Het probleem is dat de meeste mensen niet weten wat ze willen, of niet durven te vragen, of het allemaal onzin vinden en denken, ja, dat heeft toch geen zin. Hmm. Maar laten we zeggen, je weet niet wat je moet vragen. Dus je vraagt niks. En dan zegt het leven, oké, als jij niet duidelijk aangeeft wat jij wil, dan gaan wij dat maar voor jou invullen. Wees dan niet teleurgesteld of boos als er dingen op jouw pad gaan komen waar je niet blij van wordt. En wees ook niet teleurgesteld als wij jou iets gaan brengen wat je eigenlijk niet wilt. Want ja, wij weten het niet. En dat is wat er vaak gebeurt. Als jij niet weet wat je wil vragen of als je niet weet wat je wilt met je leven, dan komt er iets op jouw pad dat je denkt, ja, maar hier word ik niet blij van, dit is het niet. En dan ontstaat er vanzelf een momentum dat je denkt, ja, maar ik wil wat anders. Ja. Dus het leven geeft je op die manier aan van, oké, dit is dus blijkbaar niet wat je wilt. Nou ja, fijn, dan komen we misschien straks ergens uit, zodat we met elkaar weten wat je wel wilt. Ja, precies. Maar als jij op voorhand heel duidelijk weet wat je wilt, doelen stelt of dat je het voor je kan zien, dan hou jij de leiding over je leven. Want jij bent gefocust op datgene wat jij wil zien. Daar gaat je aandacht en je energie naartoe. Ja. En daardoor ontstaat er een bepaalde frequentie, vibratie, waardoor je eigenlijk twee dingen naar elkaar toe laat trekken. Dus jij beweegt je in die richting en datgene wat je wilt beweegt zich ook in jouw richting. Ja. En daardoor ontstaat dat er dingen worden gecreëerd in jouw leven zoals jij dat graag wilt. Maar als je dat niet doet, als je daar niet mee bezig bent, dan overkomt het leven jou. Ja, want jij hebt geen leiding. Het leven stuurt jou. Dat is anders dan wanneer jij het leven stuurt. Ja, klopt. En dan kun je nog steeds niet zeggen, het leven is volkomen maakbaar, want dat is niet zo. We hebben allemaal te maken met omstandigheden. Er gebeuren dingen, tegenslagen die je moet overwinnen. Maar daarvan heb ik wel de laatste 20, 25 jaar geleerd dat het leven brengt die tegenslagen op jouw pad. Als een soort test, ben jij het waard om de volgende beloning te mogen ontvangen? Ben jij het waard om de prijs te mogen ontvangen straks? Maar dan moet je wel hebben laten zien dat je geslaagd kan zijn voor deze test. Ja, je moet dit weten op te lossen. Zo zie ik dat. Dat vind ik heel mooi dat je dat zo ziet. Ja. Want ik heb ook wel, als ik een tegenslag heb, dan is het even van, oh Jezus, waarom gebeurt mij dit? En, maar ik ben wel ook van nature, ik zie heel vaak het positieve. Van alles kan ik heel goed positief toch eruit filteren. Ja. Hoe kut de situatie soms ook is. Ja. Maar hoe jij hem ziet, vind ik heel mooi. Maar je moet ook niet doorslaan in het zogenaamde spiritueel zijn. Nee, nee, nee. Want laatst, ik krijg heel veel berichtjes. En stuurde iemand een berichtje. Zei, ja, ik ben heel spiritueel en ik wil graag een spiritueel centrum oprichten. En daarvoor heb ik geld geïnvesteerd in crypto.
Want ik ging ervan uit dat hè, dan zou het goede naar me toe komen. Want dan kan ik dat investeren om dat spirituele centrum op te richten. En nu is het fout gegaan, ben ik al mijn geld verloren. Wat is hiervan de spirituele boodschap? Nou ja, ik ben gewoon heel dom geweest. Ja. Ik denk niet dat er een spirituele boodschap in zit. Nee. Misschien is de les, had je beter voorbereid, weet wat je doet en zet niet al je geld op rood. Nee, precies. Nee, inderdaad. Maar sommige mensen draven dan door van, oh, er moet een boodschap in zitten. Ja, nou ja, of dit is niet voor jou weggelegd. Dat precies, dat ja. Dat zou ook kunnen. Ja, of mensen die vertrouwen misschien dan ook te veel van, nou ja, ik moet het maar gewoon doen, want het komt allemaal op me af en het komt goed. Maar zo werkt het ook weer niet. Nee. Het is inderdaad dus dat is naïef. Nee. Je moet het voelen, zeg maar. Het moet echt gewoon een inner yes bij iets zijn. Ja. En dat ik heb dat heel sterk als ik iets weet, dan ja. Maar jij weet dat het zo is. En het is jouw leven, dus het staat jou vrij om daarin te geloven. Ja. En ik denk, als je erin gelooft, dan werkt het voor je. En als je er niet in gelooft, nou, dan zal het niet voor jou werken. Dan straal je het ook niet uit. Zeg maar als je er net niet in gelooft, dan geloof ik dan in ieder geval. Nee. En in hoeverre geloof jij dat je echt een doel moet hebben in het leven? Ik kan mij niet voorstellen dat je leeft zonder doel. Als er geen doel is in je leven, als er geen doel is op de dag, als jij opstaat en je denkt, nou, we zien vandaag wel weer, of we zien wel hoe deze 80 jaar op deze planeet gaan verlopen. Het staat je ook heel vrij, hè? Ik bedoel, no offense, maar het is niet mijn manier van leven. Nee. Want jij leeft inderdaad ook wel echt met doelen of in ieder geval natuurlijk. Iets. Heb jij nu nog, want in mijn ogen heb jij echt, jij leeft je mooiste leven op dit moment, denk ik. Jij hebt natuurlijk inderdaad dingen wat, Maar heb jij nog dromen of doelen die je achterna aan het gaan bent? Ik ben heel blij en gelukkig en tevreden met het leven dat ik nu heb. En daar ben ik nu dankbaar voor, want het is niet altijd zo mooi en makkelijk geweest. En ik ben niet altijd zo gelukkig geweest. Er was een periode dat ik heel erg ongelukkig was. Er was een periode dat het heel moeilijk was en heel zwaar was. Dus nu, nu is het heel fijn en heel mooi. En rust is er eindelijk. En belangrijk dat er rust is in het leven. Ik vind het fijn om boeken te schrijven. Dus dromen. Ik vind het fijn om te kunnen schrijven. Om nog dingen op te kunnen schrijven. Om door te geven. We hebben een waanzinnig mooi huis gebouwd. Met een fantastische tuin die we aan het aanleggen zijn. Nou, die tuin, dat zal misschien wel een jaar of 10 duren voordat het een soort park aan het worden. Och. Ja, dat vind ik mooi. Dat is een soort droom. Ja. We waren in 2015 met de boot op Ischia. Eilandje, heel klein eilandje bij Italië. Oké. Okay. Dan gaan we altijd een beetje op pad. En dan zien we wel waar we uitkomen. Dat soort gevallen hebben we dan niet echt een doel. En toen kwamen we in een botanische tuin van een mevrouw die had die tuin 100, 150 jaar aangelegd. En die hebben 50 jaar lang hebben ze die tuin tot een park helemaal laten ontstaan. En dat vonden we zo mooi dat Cindy zei van, nou, als er ooit nog een gelegenheid komt in ons leven dat we echt zo'n groot stuk grond kunnen kopen en dit kunnen bouwen, dat je iets nalaat voor de mensen die hierna dan op aarde komen. Dat er iets is om naartoe te gaan. Een mooie plek. Mooie plek van rust. En ik vind het heel mooi om in die natuur te zijn. Dus eigenlijk creëren we onze eigen natuurplek, ons eigen bos. Dus ik zie nu echt inderdaad een heel groot park voor me als achtertuin. Ja. Nou, het is ook wel groot. Wat gaaf. Ja. Oh, het is mooi. Waanzinnig. Ja. Beetje onderschat hoeveel onderhoud dat is natuurlijk. Ja. Er lopen 5 tuinmannen rond, maar zo. Het is waanzinnig. Het is prachtig. En heb jij dit ook gemanifesteerd? Of heb je dit ooit voor je gezien? Dat in, ik wil dit zo'n soort huis of ik wil een huis in het buitenland. Ja. Ja? Ja. Ja. Hoe manifesteer jij? Bijna alles wat er in mijn leven is gebeurd. Niet alle tegenslagen. Want je gaat niet die tegenslagen bedenken van, oh, laten we eens even nieuwe problemen op een pad brengen. Nee. Die komen vanzelf. Maar al het andere wat ik wilde bereiken, wat ik heb gedaan, heb ik allemaal voor me gezien. Dat waren allemaal doelen. En vrij gedetailleerd, helemaal kloppend zoals het is gerealiseerd. En ik was bij mijn zakelijk mentor, meneer Peña, in 1999. En toen zei hij, ik heb dat ook in mijn laatste boek beschreven, wat zou je nou echt willen met je leven? Wat zijn je doelen? Schrijf gewoon eens alles op. Het maakt niet uit of het realistisch is of niet. Als alles mogelijk zou zijn, wat zou je dan willen? En toen stond daar die wereldreis maken, wonen op een zeilboot. Ik wilde graag een heel mooi huis aan het water hebben. Ik wilde wonen op een eiland, in een soort van kasteel. Hij woonde in een kasteel op een eiland. Ja, dat bevalt me wel. Vond ik heel mooi. Dus ik heb dat allemaal opgeschreven. Ja. Och. En
Nou, die boot is er gekomen. Ja, ja. Die is ook niet uit de lucht komen vallen natuurlijk. Die reis heb ik kunnen maken. Heb lang kunnen rondzeilen, op die boot gewoond. Toen ik ben gaan werken met wat we nu doen, met Mastermind Academy, toen realiseerde ik me dat op een boot werken en leven en bedrijf hebben, dat ging niet. En bij mij is het alles of niks. Dus toen was het dan maar de boot verkopen en dan een huis kopen. Maar dan moet dat huis aan het water staan. En dat was niet eens heel bewust. Maar toen wij op Ibiza gingen wonen, na die verhuizing kwam uit een van die dozen kwam dat stuk papier wat ik toen had opgeschreven in 1999. Met dat witte huis aan het water. First Line aan zee. Ik dacht van wow. En dat was echt dat huis zoals ik het gezien had. Jeetje mina, ja. En toen dacht ik ook van wow. Holy shit. En de laatste stap was toen met alle lockdowns we niet heel blij waren op Ibiza. We mochten het huis niet uit. Dat we dachten, we willen eigenlijk een groot landgoed hebben. Waar we één die droom van het park kunnen realiseren. Maar ook dat als er ooit nog wat in de wereld gebeurt, dat we voor ons eigen land hebben. Onze eigen vrijheid behouden. Ja, precies. Oh. En toen hebben we op Mallorca dat stuk grond gekocht met die oude finca. Wat geweldig. Maar toen dacht ik van, wauw, dat was dat kasteel. Ja. Zo ziet het er wel een beetje uit. Met dat landgoed. Jeetje, ja. Mina, wat geweldig. Ja. Hebben jullie dat briefje of waar het ook op staat niet ingelijst ergens? Ik ga dat wel inlijsten. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dat je dan inderdaad dat soort dingen opschrijft. Ja. En dan dat het is echt bijzonder. Echt zo bijzonder. En ben je nu nog steeds bezig met dingen manifesteren? Of is het voor jou nu even rust? En het is goed. Ja, ik kan me voorstellen hoor. Ja. Ik merk dat ik die vraag ook heel vaak krijg. Ja, wat is je volgende doel? Want ik ben best wel, als je bij mij ziet op social media, dus dan heb ik de cover en dan een boek schrijven en dan weer dit. Mensen nu aan me vragen, wat is je volgende doel? Dat ik denk, nou, mijn volgende doel, ik moet even rust. Maar rust is een heel belangrijk doel. Ja, dat is eigenlijk ook een doel aan zich. Het is een heel belangrijk doel. Ja. Het is niet alleen maar de volgende stap en weer en weer. Nee, rust is belangrijk. Je hebt die rust nodig om uiteindelijk daarna weer de energie te hebben en de visie en de rust in je hoofd om te kunnen bepalen van waar ga ik naartoe? Wat wordt mijn volgende pad? Ja, precies. Want plan jij zeg maar voor jezelf vaker in dat je zegt van nou, ik doe nu een half jaar even niks. Heb je dat al vaker gedaan afgelopen jaren? Of was dat toen wel echt omdat het echt noodzakelijk was dat het moest? Ik plan het wanneer het noodzakelijk is. Dus de eerste keer dat ik het deed was toen ik mijn bedrijf had verkocht. Toen had ik eigenlijk een soort van, ik ga met pensioen, ik stop ermee. Toen was ik 37. Dat was ook wel een beetje jong. 37. Ja. En toen zei iedereen ook van, nou, veel te vroeg om te stoppen met werken. Nou ja, maar jongens, kan. Ik kan niet meer. Weet je, het gaat niet meer. Ik ben stuk. Dus toen heb ik een beetje van 2009 tot 2014 echt niet gewerkt. Vijf jaar echt niet gewerkt. En toen zijn we weer begonnen. Vind ik echt knap hoor, dat je dan toch door kan pakken. Ja. Maar die periode, dat is denk ik een van de mooiste periodes in mijn leven geweest. 5 jaar volledig aan boord wonen. Daarna hebben we ook nog wel op en af gedaan. Maar op die boot wonen, op de mooiste plekken in de Middellandse Zee. In de winters was ik in Barcelona. En het gekke is, niet hoeven werken geeft rust, maar geeft ook mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken. Ja. Waardoor dit is ontstaan wat ik nu doe. Anders was het misschien niet gebeurd. De afgelopen maanden, nou, los even van mijn gekneusde ribben dat ik niet zoveel kon doen, had ik dus voorgenomen en tegen Cindy gezegd van, nou, ik ga nu weer proberen even echt rust te nemen. Ja. En ik merk hoe moeilijk dat is. Want we hebben Mastermind Academy, we hebben Meditation Moments, Invictus, de uitgeverij. Ik doe dingen, ik ben nu weer met die Engelse boeken bezig. Om volledige rust te nemen, dat is echt heel moeilijk. Dat kan eigenlijk alleen maar als je geen werk meer hebt. Nee, precies. Dat je echt een jaar een sabbatical neemt. Ja. Ik hoef nergens rekening mee te houden. Nee, klopt. Nee, dat. Dus het is nu toch een beetje balanceren. Maar het gaat prima. Ja? Het gaat prima. Ja. En hoe hou je dat toch allemaal vol? Want inderdaad, Maximum Potential, dat is echt waanzinnig groot. Ja. Dan heb je inderdaad je app, die ook echt super succesvol is. Je boeken, je theatershows. Ja. Goeie mensen. Ja, dat is dan. Hele goede mensen. De uitgeverij, daar heb ik Elise voor. Die regelt het hele bedrijf. Eigenlijk doe ik daar niks aan, behalve ik schrijf boeken. Ja. En ja, ik ben een beetje het uithangbord. Dus dat verkoopt zichzelf dan wel. Ja. Meditation Moments hebben we een fantastisch team op. Jij zit daar een heel team ook achter. Eigenlijk doe ik daar niks. Het inspreken van ik werk daar eigenlijk niet. Nee, precies. Ik spreek de meditaties in, de slaapverhalen. Ik spreek heel veel dingetjes in. En natuurlijk, ik denk mee.
En één keer per maand ben ik wel bij het MT om te kijken van wat zijn jullie allemaal aan het doen. En heb ik misschien nog een briljant idee, dat vind ik leuk. En Cindy houdt zich er op die manier mee bezig. Maar de dagelijkse gang van zaken ligt echt bij het team. Ook wel eng, of niet? Om die controle uit handen te geven? Nou, ja, dat zeg je goed. Dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik een bedrijf volledig aan de anderen heb gegeven. Ja. Zonder dat ik me ermee bemoei. Oh. En in het begin is dat best wel even dat je denkt van, ik kan natuurlijk alles beter. En dan blijkt dat helemaal niet zo is. Dat niet zo is, ja. Dat zij dat veel beter kunnen. En dat dan vooral ook zo moet zijn. Net als, ik heb heel mijn social media bij het team gelegd nu. En ik merk dat is veel beter. Dat geeft mij rust. Dat geeft hun ook rust. Ja. Want ik zit niet continu mee te kijken. En ja, Mastermind Academy is eigenlijk Cindy en ik met Lijn, onze PA. En daar hebben we ook weer een enorm goed team omheen. Weet je, dus goede videomensen, goede regisseurs. Mensen die de hele productie doen van Maximum Potential. Zo, er komt een hoop bij kijken volgens mij. Ik ben er nooit geweest, maar ik zie altijd als het weekend of Ze heeft een half jaar voorbereiding. Dat het zie je er echt wel aan af. En alle sprekers. En het is echt, want hoeveel mensen komen daar, zeg maar, als in afgelopen jaar 2.500. Holy, dat is niet heel veel. Dat lijkt veel, maar het valt wel mee. Maar dit is echt wel een beetje Tony Robbins prikkelen. Tony doet 15.000 mensen. Ja, maar goed, hij is Engelstalig. Ja. Voor in Nederland, als je het relatief bekijkt. Is dit wel, maar ik zou ook niet groter willen. Dit voelt als je er bent. In getal klinkt het misschien veel, maar als je er bent, denk je, het is best wel gezellig. Oh, ja, echt? Ja, je komt heel veel mensen tegen en je hebt heel veel mensen contact. Ja, echt waar? Ik vind het heel overzichtelijk. Yo, ook met 2.500 mensen. Nou, je wil ze niet op de koffie, denk ik. Sommige dingen wennen ook natuurlijk. Ja. En toen ik begon met spreken voor kleine groepjes, toen was ik heel blij dat er op een gegeven moment 100 mensen kwamen. En toen 200, dacht ik van wauw, 200 mensen, weet je. En toen waren het er 800. Dat was ineens heel veel. Ja. En dan bent het. En nu denk ik van dat is mooi. Mooi, wat grappig. Ja. Leuk dat er zoveel mensen komen. Ja, bizar. Ja. Geweldig. En krijg je ook terug van de mensen die er zijn geweest dat hun leven is veranderd? Ik zie af en toe van die snippets voorbij komen op reels en ook verhalen. En dan denk ik zo, wow. Maar is dat wel... Natuurlijk is het niet zo dat als er 2.500 mensen komen, dat 3 dagen later al die mensen zeggen, mijn leven is veranderd. Nee, dat kan ook onzin. Helemaal niet. Nee. Eén, daar gaat een periode aan achteraf om in actie te komen zelf. Die 3 dagen, die geef je inzichten. Dus heel veel mensen krijgen wel heel veel inzicht en antwoorden, waardoor je wel de beleving hebt dat je leven verandert, dat er iets gebeurt. Ja. En er zijn bij mensen die, er staan ook wat video's op YouTube, dan zie je doorbraak dat je denkt van wauw, die zaten al heel lang met issues. En er waren echt wel dingen in hun leven waar ze niet doorheen kwamen. En dat is in één weekend is het doorbroken. En nu hebben ze een soort van vrij pad om te gaan. Maar vaak duurt het 1 jaar of 2 jaar of 5 jaar. En dat is het mooie. Dus na 2, 3, 4, 5 of langer, x aantal jaren, krijg je feedback van mensen die zeggen van, ik was 7 jaar geleden bij Maxpot. En daarna heb ik mijn studie opgezegd. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En ik heb een paar jongens ik was laatst met mijn paar ex-deelnemers in gesprek. Ik vind het altijd leuk om die feedback te krijgen van, wat heeft het jou opgeleverd? En die jongens zeggen, ik ben naar Dubai verhuisd. Ik ben vastgoed aan het doen in Zuid-Spanje. Ik heb een bedrijf in Nederland. Ik heb een heel groot tuinbedrijf opgericht. Allerlei soorten mensen, weet je, jong en oud. Ja. Maar met zulke mooie verhalen, ik denk van wauw. En die zeggen dan allemaal, maar door jou is mijn leven echt veranderd. Ja. En dat begrijp ik wat ze zeggen, want door meneer Peña is mijn leven veranderd. Maar uiteindelijk moet jij het zelf doen. Net als dat je mijn boek leest. Ik kan je dat boek geven. Ik kan 1000 keer uitleggen wat er staat en hoe je het moet doen. Maar uiteindelijk moet jij dat doen. En dat proces kunnen we begeleiden. Maar als jij niet in actie komt, dan gebeurt er helemaal niks natuurlijk. Nee, precies. Maar vind je dat niet heel bijzonder? Dat jij gewoon de man bent natuurlijk. Die het levens hebt veranderd. Ja, vind ik fantastisch. Waaronder ook, denk mijn leven ook wel ergens hoor. Jij kwam op mijn pad, ik denk in 2020. Dat je dan heel veel gaat wandelen en dan een podcast aan gaat zetten. Dan kwam jouw podcast voorbij en dan leer je steeds meer dingetjes over jou. En gewoon alle vragen die jij stelt om even naar jezelf te kijken. Ik ook vanaf dat punt ben ik zo veranderd eigenlijk. En zijn er alleen maar waanzinnige dingen op mijn pad gekomen. Want ik had gewoon een kantoorbaan en ik vond het verschrikkelijk. En nu zit ik hier zo, ik sta op de Women's Health cover. Ik heb een podcast, weet je. Ja. Het is bizar eigenlijk. Je moet wel heel veel geluk hebben gehad dan. Als in? Nou, dat zullen mensen zeggen. Oh ja, nee, hoop geluk. Maar het is ook logisch, want je ziet er goed uit. Dank je. Je kende de juiste mensen.
Nou, ook niet hoor. Nee, maar dit is... Oh, dat is dit wat is ze, ja, altijd. Zo, ja, klopt. Dat ja, is het. Weet je, ja. Ja. Ja, en daarom is het jou gelukt. Want dat is de onderbouwing waarom het mij niet lukt. En misschien, natuurlijk heb je gelijk. Je ziet er misschien net even beter uit. Je hebt net even dat ene contact wat je verder kon helpen. Maar wat heel belangrijk is, en dat heb je ook in het programma gezien waaraan je hebt deelgenomen, je geeft niet op. Ja. Je gaat door totdat je het doel bereikt hebt. En dat is waar, ik denk, nou ja, laten we het naar beneden afronden, 90% al lang is afgehaakt. Serieus? Zo'n groot percentage, zeker, denk je? Ja. Ja? Ja. Holy shit, dat is zo zonde. Gewoon ik ik heb naar boven afgerond dat 10% van onze samenleving, mankind, laten we zeggen de westerse wereld. Hè? Ja, ja. Er zijn heel veel gebieden in de wereld waar oorlog is en honger en ellende. Zeggen mensen ook altijd, oh, manifesteren die dat ook? Nee. Dat is een ander hoofdstuk. Ja. Kan ik ook wel iets over uitleggen. Maar in onze wereld, waar bijna alles mogelijk is. Je leeft in West-Europa, ja, waar geld genoeg is, mogelijkheden internet genoeg zijn. Je hebt internet, ja, je hebt stromend water uit de kraan. Dat hebben ze ook niet overal. Nee, nee. Wees daar dankbaar voor. Voor die, laten we zeggen, hele primaire dingen in ons leven die wij zo gewoon vinden. Ja. Dus als jij je daar iets meer mee bezighoudt, dan heb je ook veel meer mogelijkheden in jouw leven. Maar ik denk dus, het schijnt maar 4% te zijn. Nee. Blijkt uit onderzoeken. Dus ik rond het naar boven af. Ik zeg, nou, 1 op de 10 nog mensen is positief bezig met persoonlijke ontwikkeling. 1 op de 10. Oh, dat vind ik. Maar eigenlijk zijn het er dus maar 4 of 5. Oh, wat erg. Dat is weinig. Heel weinig. En dat was mijn misperceptie toen ik begon met wat ik nu doe. Dat ik dacht van, nou, maar iedereen wil dit. Ja, als je iedereen wil zijn mooiste leven. Ja. Iedereen wil een leukere baan, een leukere relatie, meer geld verdienen, meer vrije tijd, mooi leven. Dat was mijn deceptie. Echt. Dat was een teleurstelling. Heb ik echt aan moeten wennen. Ik schrik hier ook serieus heel erg van. Ja. Voor mijn beleving wil iedereen dit wel. Maar ze weten niet hoe. Heel veel mensen zeggen, dat zou ik ook wel willen. Ja. Dat zou ik ook wel willen. Ik zeg, oké, okay, dan moet je dit er allemaal voor doen. Ja. Dat ga ik niet doen. Ja. Ja, klopt. En nu, en dat is niet onaardig bedoeld, maar ik zie bij de allerjongste generatie dat het meer de kant op gaat van, oké, okay, als jij mij de zekerheid geeft dat ik die beloning ga krijgen en dat het echt gaat zoals ik wil, en ik wil vooral heel veel en ik wil er niet te weinig voor doen, maar als jij me de garantie geeft dat dat zo is, dan ga ik overwegen om misschien daar iets voor te doen. Ik zeg, maar zo werkt het niet. Nee. Je moet er eerst heel hard voor werken. Smart en hard. Want alleen hard werken kom je er ook niet. Er zijn heel veel mensen die hard werken en er nog steeds niet komen. Dat geeft aan dat je iets niet goed doet. Ja. Als je daar happy mee bent, prima. Maar als je heel hard werkt en nog steeds ongelukkig bent en iets anders wilt, moet je voor jezelf ook gaan analyseren. Maar waar ligt dat dan aan? Mm-hmm. Want vaak is er wel een andere weg om daar te komen waar je wel naartoe wilt. Maar als je niet bereid bent om te trainen, om in actie te komen, om te studeren, om er heel veel tijd en aandacht aan te spenderen. En soms duurt dat jaren. Ja. Het leven dat ik nu heb, dat heeft heel lang geduurd om dit te creëren. En stapje voor stapje, beetje bij beetje, kom je daar dan. Maar dat is natuurlijk niet een overnight succes. Zo werkt dat niet, nooit. Maar ik heb ook het gevoel dat heel veel mensen niet een eigen spiegel voor hebben. Dat heel veel mensen hebben geen idee ook wie ze nou echt zijn en wat ze nou doen. En hoe ze... Dat maar wie leert het je? Ja. Je kan het toch niemand kwalijk nemen dat mensen niet weten wie ze zijn? Of de vraag van wat wil je nou echt in je leven? En, geen idee. Ik weet niet hoor. Ja, ik zeg wel, als je nou echt inderdaad, dat gaat me nooit lukken. Oeh. Nee. En het is logisch, want we leven toch, althans in Nederland, leef je in een land waar al heel snel gezegd wordt, nou weet je, doe nou maar niet zo. Doe maar normaal. Dat is echt zo. Ja, dat is wel echt zo inderdaad. Elke keer als jij boven dat maaiveld uitsteekt, als jij heel erg je best doet, dan is daar een oordeel. Ja, nou zeker. En ik vind het altijd opmerkelijk om te zien als je bijvoorbeeld kijkt naar de Olympische Spelen of naar sportevenementen. En mensen trainen daar heel hard voor om uiteindelijk dan die medaille te krijgen. Dan wordt er geklapt en dan is er applaus en dan wordt het heel erg gewaardeerd. Maar als jij dat doet als, laten we zeggen, influencer, als ondernemer, als artiest, dan wordt er heel snel in de media, door journalistiek, heel snel een heel negatief oordeel geveld. Word je heel negatief in een kwaad daglicht gesteld. Ik denk van, why? Ja, klopt. Waarom? Waarom kan er nou nooit eens een beetje respect zijn voor wat mensen bereiken, wat ze niet zomaar op een presenteerblaadje hebben gekregen? Ja, klopt. Waarom moet er altijd zo negatief over worden gedaan?
Ik begrijp het niet. Ja, dat is misschien toch weer dat stukje wat je in het begin al zei. Mensen zien zeg maar niet het proces daarvoor. En alles wat je niet ziet, dat begrijpen ze niet. Dus ja, je hebt niet gezien dat ik jarenlang heb gewerkt. En, hè. Maar iedereen met een beetje rationeel vermogen, die moet dit kunnen bedenken. Dus dat er wel. Is iets anders. En dan is dat misschien afgunst of jaloezie. Ja. I don't know. Ja, dat is wel... Ik weet het niet. Ja. Je doet het niet. Wat jij doet, wat ik doe, doen wij niet om andere mensen naar beneden te trappen. Nee. Integendeel. Ja, nee. Dus wat ik doe, ik hoef niet de beste te zijn. Ik hoef mezelf niet op een voetstuk te zetten. Nee, ik wil juist andere mensen upliften. Ja. Ik wil andere mensen meetrekken naar die mogelijkheden. Want krijg je een hoop nog ellende naar je toe? Of, ja, natuurlijk. Jawel? Ja. Dat mensen hebben heel wat zegt hij allemaal. En, wat een onzin. En, slaat nergens op. En is niet zo. Ja. En als dat zo is, dan zou iedereen... Ik zeg, nou, het is ook zo. Maar ja, ik kan alles onderbouwen. Ik kan het wetenschappelijk onderbouwen. Maar ook daar gaat het me niet om. Ik schrijf het zelfs in mijn boek. Als je niet gelooft wat ik zeg, dan werkt het niet voor je. Ik ga het niet onderbouwen. Ik weet dat het werkt. Ja, ik hoef jou niet te overtuigen. Nee, precies. Het is jouw leven. Snap je? Ja, klopt. Als jij naar de sportschool gaat en die trainer moet jou overtuigen dat het echt gaat werken als jij een half jaar echt je best gaat doen iedere dag. Ja, dan zou ik als trainer zeggen, lieve schat, doe je het niet. Nee, inderdaad. I don't care. Ik kan mijn tijd beter besteden. Klopt. Ja, het is jouw leven. Ik help mensen die geholpen willen worden. Ja. En ik heb helaas ontdekt dat mensen die niet geholpen willen worden, hoef je niet te helpen. Heeft geen zin. Gaat niet ook wel frustrerend ergens of zo. Dat moet je accepteren. Ja, dat moet je net accepteren. Ja. En, acceptatie geeft heel veel rust in je leven. Ja. Als je niet accepteert, ben je altijd in een staat van weerstand. En weerstand leidt tot onrust. Dus ja, als jij je onrustig voelt, is er altijd weerstand. Dan moet je bij jezelf ontdekken, welke weerstand is er dan waar ik zoveel last van heb. En dat kan zijn, maar ik wil dat. Ik wil dat mijn ouders dat een keer zeggen. Of dat mijn ouders zich anders gedragen. Ik wil dat mijn relatie anders is. Ja, maar dat is weerstand. En zolang jij er zo in staat, gaat het niet veranderen. Nee, precies. Het enige wat kan veranderen, is hoe jij ermee omgaat. Hoe jij ermee omgaat. Dat vind ik een hele wijze les sowieso. Van alles wat er gebeurt in je leven, dat jij bent daar de oorzaak van. Ja. Dat heb ik een keer inderdaad uit jouw mond horen komen. Dacht ik, maar dat is inderdaad zo. Hetzelfde als je iets uitlegt en iemand begrijpt het niet, dan ligt het aan jouw uitleg en niet aan diegene die het niet begrijpt. Het ligt aan jou. In de basis ligt het aan jou. Ja. Want ik kan wel zeggen, jij begrijpt het verkeerd. Het niet, Dan denk ik van, maar daar schieten we niks mee op. Nee. Ik moet het anders uitleggen, zodat jij het wel begrijpt. Dat is de snelste stap die ik kan zetten. Ja. En vervolgens, zelfs als er kritiek is, moet je daar goed naar luisteren. Ja. Want blijkbaar ontvangt diegene iets wat jij niet zo bedoelt, maar jij wel zo uitzendt, zonder dat jij dat doorhebt. Dus dat is weer een stukje zelfreflectie van, waarom komt het bij die ander zo aan? Ja. Of waarom is die kritiek daar? En soms is die kritiek terecht, kun je er wat van leren. En soms zijn het natuurlijk gewoon... Ja, goed. Ligt er ook aan wie het zegt, wie de kritiek ook heeft. Dat. En weet je ook wat, als en daarbij heb ik me wel gerealiseerd, en dit is echt waar, mensen die... als je het plaatst op niveaus, op een hoger niveau staan dan jij, die verder zijn. Op welk gebied dan ook, spiritueel, intellectueel. Mensen die qua bewustzijn verder zijn, zullen nooit kritiek hebben. Nooit. Nee, inderdaad. Al mijn leraren, al mijn mentoren hebben nog nooit kritiek op mij gehad. Ze wijzen me wel op mijn fouten. Ja. Ze zeggen wel, pas op dat je niet naast je schoenen gaat lopen. Pas op dat je niet overmoedig wordt. Let hierop. Maar ze geven ook complimenten als ik die verdien. Dit heb je goed gedaan. Dat doe je goed. Dit kan je nog verbeteren. Let hierop, want daar kan je nog beter worden. Maar mensen die zomaar kritiek hebben en dingen roepen, doen dat vaak vanuit hun eigen staat van zijn op dat moment. Hm. Iemand kan een videootje van jou voorbij zien komen en daar heel boos op reageren, omdat er in het leven van die persoon die dag iets is gebeurd en die reageert het op jou af. Het heeft niets met jou te maken. Jij bent de gele vlinder op dat moment. Hè? Je bent de trigger. Ja. Zodat iemand even kan losgaan op jou. Ja, precies. Maar het is eigenlijk niet zoveel met jou te maken. Nee, klopt. En de meeste kritiek die geuit wordt, komt van mensen die op een niveau staan. Ik wil niet echt in hiërarchie praten, maar die onder jou staan. Die eigenlijk een onbewuste jaloezie uiten op die manier van, ik zou dat ook wel willen. Ja. Of waarom heb jij dat wel? Of ja, jij hebt wel de discipline om elke dag te trainen en ik niet. En dan ben jij de loser. Ben ik in een, ja, precies. Ja. En ik wil niet de loser zijn, dus het ligt aan jou. Want ik moet jou naar beneden trekken
Omdat anders, dan blijf ik zo achter. Zo, ja. En hoe zou de wereld eruit zien als ik zou kunnen zeggen, wauw, wat waanzinnig goed dat jij dat volhoudt. Dat jij elke dag die discipline hebt om te trainen. Dat je dat schema hebt. Dat je die routine hebt dat je dat doet. Dat jij nooit alcohol drinkt of alleen in het weekend. Dat je niet laat gaan. Ja. Ja, nee, maar ik vreet me helemaal vol met ongezonde shit en ik zuip te veel en ik heb 's ochtends hoofdpijn en ik ga niet trainen, want ik heb allerlei redenen. Nee, je bent een fucking loser. Ja, zo is het wel, hard gezegd. Dat moet je onder ogen durven zien. En zolang je dat niet durft en dat niet accepteert, gaat het niet veranderen. Als de pijn niet groot genoeg is, ga je niet veranderen. Ik heb het zelf ook gehad. Ik was ook 106 kilo. Ik had zo'n dikke kop. Ik had een dikke pens. Ik zoop veel te veel. Ik leefde ongezond, maar ik had het niet in de gaten. Andere mensen die maakten me daar wel op attent. Zo van, joh, gaat het wel goed met je? Mm-hmm. Maar ik zag het niet. Dus, dat heb ik er ook van geleerd. Het is niet altijd zo als mensen zo leven dat ze dat bewust doen. Dus je moet ze daarvan bewust maken. Ja. Nou, dan ga je eerst in de fase van de weerstand. Dan is de ontkenning. En uiteindelijk komt het op een punt dat je denkt van, ja, ze hebben gelijk. Of ik zie het ook in de spiegel. Ja. En dat kan een mentale spiegel zijn dat je denkt, en nu moet er wat veranderen. En dan is die radicale verandering, die is in een seconde genomen. Ja, precies. Dat is niet een kwestie van tijd. Dat betekent, nu ga ik het anders doen. Ja. Ja. Ik stop vandaag met roken, ik stop met drinken, ik ga gezond leven en daar hou ik mij aan. Ja, ja. Ik maak afspraken met mezelf, daar hou ik me aan. Dan verandert je leven. Ja, precies. Ja, meer mensen zouden inderdaad gewoon eigenlijk meer echt naar binnen moeten keren. Ja. En even, ja, bijzonder hoor. Meer naar binnen gaan. En niet zoveel bezig zijn met de buitenwereld. Met de buitenwereld. We zijn allemaal zo bezig met de buitenwereld. En met hem en met haar. En de overheid. En wat er allemaal gebeurt in het nieuws en op social. Blijf nou eens meer bij jezelf. Bij jezelf. Dat is niet egoïstisch. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat je aan jezelf werkt. Ja, precies. Ja. Jij bent hier als mens en als denkend wezen om jezelf te ontwikkelen. Ja. Om na 80 jaar te kunnen zeggen, deze reis was waardevol. Ja, klopt. Was van betekenis. En niet dat je na 80 jaar denkt van, Jezus, wat een zonde van de tijd. Ja. Wat heb ik gedaan? Of juist, wat heb ik niet gedaan? Klopt. Grappig dat je dit nu zegt. Want dit was voor mij een moment dat ik dacht van, oké, want ik had toen mijn kantoorbaan, een hartstikke sleur. Dat ik dacht, Jezus, wat saai. Ik vond het echt vreselijk. En ineens was dit inderdaad een inzicht van, oké, ik ben straks 80, 90, lig ik op mijn sterfbed. Ja. En ik kijk dan terug naar dit. Denk ik, oh, maar dit wil ik echt niet. Ik wil echt terugkijken op mijn leven. Dat ik gewoon liever spijt van de dingen die ik heb gedaan dan niet heb gedaan. En ik wil echt geleefd hebben. En dat was bij mij echt wel mijn ommekeer van, nou, let's go. Want zo gaan we er niet komen op deze manier. Dus, en je ziet wat het resultaat is. Ja. Het levende bewijs. Nou, en je ziet heel veel mensen die dus die keuzes maken. Want uiteindelijk, het leven bestaat uit keuzes maken. Ja, ja. Elke keuze die je maakt, bepaalt hoe je leven zich ontwikkelt. Ja. Dus het is grotendeels aan jou hoe dat gaat. En dan kan er van alles gebeuren. Hè? Tuurlijk. Je kan zelf ziek worden. Iemand in je omgeving kan ziek worden. Je kan een ongeluk krijgen. De wereld kan vergaan. Whatever. Maar uiteindelijk moet jij overleven. Ja, precies. Jij moet het doen. Ja. Hey, even wat anders. Mm-hmm. We zijn al een beetje aan het einde van de podcast aflevering. En ik vraag aan al mijn gasten of ze een voorwerp mee willen nemen. Wat heb jij meegenomen? Nou, ik heb niet heel fysiek iets meegenomen, maar ik had een aantal foto's. En die hebben we voor je uitgeprint dat je mee kan kijken. Oh, leuk. Ik heb een aantal jaar gezeild met mijn boot. Dat was mijn grote droom. Toen ik 6 was, was ik met mijn vader een keer op Loosdrecht in een heel klein houten bootje aan het zeilen. En toen dacht ik van, wauw, dit is magic. En daar ontstond mijn droom om te gaan zeilen en op een boot te wonen en de wereld rond te zeilen. Dat was mijn allergrootste droom. En je hebt het dan gaan, je hebt het over tot het uiterste gaan. Nou, ik heb er een paar uitgeprint om een beeld te geven. Ja. Kijk, dat was mijn boot. Wauw. En dat ziet er dan altijd mooi uit. De mensen denken altijd, ja, maar het is altijd mooi weer. Dat is een beetje puzzel hoor. Het is altijd mooi weer en mooie ondergaande zon. En het is ook best wel vaak leuk, maar hier heb ik gewoon een pak. Meestal was ik gewoon in mijn onderbroek aan boord. Oh, wat leuk. Maar als je een zeilpak aan hebt, dan betekent het al dat het wat heftiger wordt. Oh, dan is het Dit was op de Atlantische Oceaan. En toen zag je al dat de golven hoger werden. Op foto is dat heel moeilijk waar te nemen. Maar hier zijn de golven ongeveer 15 meter hoog. Oh, wat eng. Maar dat is natuurlijk niet
een golf die zo gaat. Dat is een golf die heel erg lang is. Alleen als je in het dal van de golf zit, zie je alleen maar water om je heen. Oh. Alleen maar water. En daarna, het is een soort kermis, hè? Daarna ga je omhoog. En dan kijk je helemaal uit over die hele oceaan. Dat is echt magic. Oh, dus vind je mooi? Ja, ik vond het gek, joh. Ik vond het waanzinnig. Ik zie echt mijn leven aan mezelf voorbij flitsen als ik dit zo zie. Maar ook opmerkelijk, want mensen zeggen dan altijd, als ik het heb over die verhalen. Maar was je dan nooit bang voordat ik ging? Maar ben je niet bang dat je vergaat of dat je zinkt? Of weet ik veel. Ja, maar ik zeg, jullie kijken alleen maar naar alles wat er fout kan gaan. Klopt. Ik zeg, daar bereid ik mij zoveel mogelijk op voor. Ja. Ik kijk vooral naar de mooie plekjes waar ik naartoe ga. De ankerbaatjes, de reis die ik ga maken. Ik ga me niet alleen bezighouden met ellende. Nee, dat is een god. Maar dit is een stukje ellende. Want, oh, god. Ja, dan ben je daar met een heel klein bootje. Want elke boot is relatief klein op de oceaan. En toen kwam er een storm. En zo'n storm zie je aankomen. Ja. Weet je, heb je weerberichten. Maar dan weet je een uur of zes van tevoren van dit gaat gebeuren. En ik kan nooit zo snel weglopen van het front. Dus je moet je voorbereiden. En dan heb je een heel klein stormzeiltje. Dus echt een mini klein zeiltje. Ja. Met, nou je ziet hier zijn de golven wel minder door de enorme wind. Maar dit was wel heftig. Dit duurde 24 uur. En dit was wel dat ik dacht van, holy fuck. Ja. Dan zijn er vaak momenten van, oh god, lieve heer, alsjeblieft, ga maar helpen. Oma, weet je, alsjeblieft, zorg dat ik dit overleef. Ja. Dan ben je aan het bidden. Oh. En dit was toen het klaar was. Gekapot. Ik was echt helemaal stuk. Oh. Ik was helemaal stuk. My God. Ja. Moet je dan ook echt nog zijn? Ja, je moet wel blijven zijn. Ja, die bootvaart wel. Nee, die bootvaart wel. Ja, nee, die bootvaart wel. Oh. Dus toen ben ik wel even volledig uitgeput. Als je dit 24 uur moet ervaren. Je bent dan al langer bezig. Dus je slaapt eigenlijk 3 dagen niet. Nee. Af en toe 10 minuten, af en toe 20 minuten. Ja, maar het is even, maar meer niet. Echt aanstaan en even tot je max. Dus dit waren wel een. Er zijn een paar van die momenten geweest dat ik. Ja, jij hebt het over tot het uiterste gaan. Dit is. Vind ik ook behoorlijk tot het uiterste. Dit is behoorlijk tot het uiterste. Nou. Ja. Ik heb 2 momenten gehad dat ik wel dacht: dit was het. Oh. En nu is het voorbij. Ja. Ja. Oh, wat eng dat je echt wel de dood in de ogen raken bent. Ja. Een soort van bent. Ja, zelfs dat is een soort acceptatie van als dit het is, dan is dat het. Dan is dat het. Ik was daar alleen. Ja. Dat was heftig. Poh. Maar het heeft me heel veel geleerd, dat zeilen. Elke storm gaat voorbij. En alles is de metafoor. Dus elke moeilijke periode in je leven gaat voorbij. Ja. Het is niet dat als het nu moeilijk wordt, dat de rest van je leven zo blijft. Dit heb ik trouwens tijdens kamp heel erg geleerd. Andersom ook. Als het nu heel fijn is en je bent gelukkig en blij en alles lijkt fantastisch te gaan, is dat vaak ook niet voor je. Ja, maar dat wil ik liever niet. Nee, maar dat is wel de realiteit. Ja, dat klopt. Ja. Dus je moet goed kijken van waar zijn de potentiële risico's, de gevaren, om te voorkomen dat het misgaat. Ja. Maar de wind komt de ene dag uit die richting en de andere dag uit die richting. En wat jij moet doen is jouw leven bijstellen, dat je kan manoeuvreren door het leven heen, om uiteindelijk dat doel te bereiken waar je naartoe wilt, de volgende veilige haven. Ja, precies. En onderweg zelfs van de storm te genieten. En dit is boeiend. Dit is ook de parallel, de metafoor met het leven. De storm bouwt zich op. Het begint een beetje te waaien, het gaat harder waaien. Op een gegeven moment heb je windkracht 6, dan heb je al lichte storm 7, 8, 9. Hier praten we over windkracht 10, 10 tot 11. Dat is echt heel heftig. Dat is heel heftig. Dus in het begin voelt het ook als, wow, holy fuck, weet je, wat gebeurt hier? Maar na 6 uur, 8 uur, windkracht 10, wen je eraan. Dat is waar. Dus de storm verandert niet, maar je bent er meer comfortabel mee. Dus na 12 uur, na 20 uur, denk je, wow, als het zo blijft, windkracht 9, windkracht 10, ik kan het aan, ik kan het handelen. Ik voel me er steeds comfortabeler bij. Hm. En dat geeft rust. Ja. En dan neemt de wind vanzelf ook wel weer af. En daar zit ook het gevaar in, dat als je in je leven te veel stormen om je heen hebt en situaties waar je eigenlijk van weet dat je heel ongelukkig bent, in een relatie, in je werk, in heel veel dingen die er gebeuren, maar je bent te comfortabel met dat ongelukkige leven, ben je comfortabel ongelukkig. Dus je bent ongelukkig, maar je bent er zo aan gewend dat je daar liever aan vasthoudt dan dat je probeert eruit te komen om een mooie leven te creëren voor jezelf. Ja, nou, dat vind ik een hele mooie les. Ja. Mooie metafoor ook. Ja. Ik wilde eigenlijk nog vragen, heb je nog een wijze les om deze podcast mee af te sluiten? Maar ik denk dat dit hem... Nou, dit is wel een dit les, is toch? Hem. Ja.
Dat is een belangrijke les. Ja, hele belangrijke les, zeker. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag. Wederzijds. Ik vond het een heel fijn, mooi gesprek. Leuk. Vond je het nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven en op YouTube een duimpje omhoog. Volg Michael op alle social media. En dan wil ik je bedanken voor het kijken of het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!